Lachgasgebruik leek heel lang onschuldig en de schadelijke gevolgen ervan waren lange tijd niet goed te overzien. Maar sinds jongeren anderhalf jaar en masse aan de lachgasballonnetjes hangen voor een snelle rush, wordt er steeds meer bekend over wat voor effect het kan hebben. Zo ondervindt ook de afdeling neurologie van het OLVG. Er is een keertje een patiënt geweest die binnenkwam met verlammingen van de benen. En eerst wisten we niet precies wat er aan de hand was, maar uiteindelijk zei een van de vrienden van dat hij toch wel heel veel lachgaspatronen gebruikte. Dat was inderdaad 300 per dag. En nou, toen wisten we wat hij had. Toen bepaalden we vitamine B12 en dat was veel te laag. Nou is deze patiënt die meer dan 300 patronen lachgas per dag gebruikte een extreem voorbeeld. Maar veelvuldig gebruik kan dus zorgen voor een tekort aan vitamine B12 in je lichaam. En dat geeft weer op zijn beurt beschadiging van het zenuwstelsel, met name de zenuwen in de armen en benen, maar ook het ruggenmerg. En dat geeft verschijnselen zoals tintelingen, doof gevoel, maar ook verlammingen. Eigenlijk een beeld van een dwarslesie. En als je dat te lang laat bestaan, dan kan dat wel eens blijven. En dat is veel te weinig bekend. In 2017 zag Kwa nog maar één patiënt met neurologische klachten naar aanleiding van het gebruik van lachgas. Vorig jaar waren dat er 4 en dit jaar weer 3 keer meer. Dit jaar is het alweer gestegen tot 12. Het zijn geen grote getallen, maar ik denk dat de gevolgen voor de individu dan toch dermate groot is. En het zijn vaak ook jonge mensen die dit overkomen. Als je inderdaad voor je hele leven niet goed meer kan lopen, dan is dat heel rampzalig. Want ook de patiënt die Kwa eerder noemde, heeft met behulp van revalidatie wel weer kunnen lopen, maar nooit meer zo goed als daarvoor. Lachgas viel voor 2016 onder de geneesmiddelenwet. Maar omdat het geen therapeutische werking zou hebben, valt het sinds een paar jaar onder de ware wet. En is het makkelijk te verkrijgen. Kwa wil dat dat teruggedraaid wordt. Dus u pleit eigenlijk voor een verbod? Ik denk dat dat misschien een van de manieren is om het gebruik in te dammen. Ik denk dat het in ieder geval moeilijker te krijgen moet zijn.